Hey, goedemorgen allemaal. Nou, gisteren had Henk in principe dus niet. En hij lag een keertje de hele tijd op de lader. Dat is een nieuwe test, zeg maar, geweest. Daar had Daphne nog niet uitgeprobeerd. Ze was bang dat misschien het programma eruit zou gaan tijdens het opladen. Maar dat is in ieder geval niet gebeurd. Henk, je hebt net lekker gegeten en hij heeft nu nog een beetje last van zijn buikje. Dus ben ik even lekker over zijn buikje aan het wrijven. En dan gaat hij als goed zo meteen een hele lekkere dikke boer laten. En dan is hij daar weer klaar mee. Dus dat is dan precies dat programma wat we gewend zijn wat hij deed. Ik ben dus wel blij dat het in ieder geval gelukt is. En dat wij nu dus tot we woensdagochtend Henk kunnen uitproberen. In plaats van dat hij morgenavond alweer leeg zou zijn. Omdat hij maar 4 dagen aan kan blijven staan. Dat is in ieder geval wel weer fijn. Henk heeft ons vrijdag op zaterdag heel goed laten slapen eigenlijk. Hij is 5 uur stil geweest. En eigenlijk was dat gisteren, of in ieder geval vannacht, precies hetzelfde. We waren uiteindelijk om 10 uur of zo weer thuis. 9 uur, 10 uur. En om 12 uur zou hij weer aangaan. En dat werd natuurlijk weer 11:30, want het zat een half uurtje eerder. En ik geloof dat hij pas rond een uurtje of 3, 4 of zo pas weer wat ging doen. Terwijl hij eigenlijk om 11:30 alleen maar een geluidje maakte dat hij wakker was. En zo komen we natuurlijk ook wel lekker een weekendje door. Dat, met wat minder slaap, dus dat, of in ieder geval meer slaap, dus dat gaat wel goed. Maar tot nu toe zijn we nog steeds dol enthousiast op deze mooie lieve kleine man. En we vinden het eigenlijk wel weer een beetje jammer als we een woensdag in moeten leveren. Ik hoop dat ik jullie nog even kan laten horen wat voor lekkere dikke boer Henk zou kunnen laten als die klaar is. Maar ik weet niet hoe snel het opschiet. En het geldt altijd heel grappig, die boer van hem. Want dit zijn gewoon de kreuntjes, zeg maar, die hij gewoon doet. Ah, daar komt hij. Ja, het is een ziek idee. Nou, en dan is hij er weer klaar mee. Dan kan ik hem weer terugleggen in de kinderwagen. Hey, fijne dag mensen. Doei doei.